Vijf renners verzorgen de klassieke vlucht van de dag. Het zijn Isasi, González, Vos, Auger en Pichot. Maar op 5 kilometer van de streep zijn ze eraan voor de moeite. Tegen het hoge tempo van Quickstep op kop van het peloton zijn ze niet opgewassen. Op het moment dat de vluchters worden bijgehaald, gaat de Schot David Miller aan de haal. Miller is een begenadigd tijdrijder en hij lijkt uit de greep van het peloton te blijven. Maar enkele tientallen meters voor de streep wordt hij dan toch bijgehaald door het sprintend peloton. Tom Boonen, zij aan zij met Furlan, lijkt op de overwinning af te stevenen, maar op het einde valt hij stil. Zo wint Furlan voor de Zwitser Marcus Berg en Tom Boonen. Gert Steegmans is zevende, de Australier Cadel Evans blijft leider.